gummy food versus real food challenge opnemen. En dit is dus een challenge die op dit moment heel erg populair is en er werd ook heel erg vaak aangevraagd. Het idee is, wij krijgen zo meteen allebei een bord voor ons en wij hebben het niet zelf klaargemaakt, maar onze zusje Roos heeft het klaargemaakt. En de ene heeft dus het real food en de andere heeft gummy food. Dus bijvoorbeeld, jij hebt een snoepjes aardbei en ik heb een echte aardbei. En het stelt ons de beurt de beurs. Bijvoorbeeld is Milou's beurt. Dan mag Milou kiezen of ze het bord met mij wil omwisselen, ja of nee. Dus ik ben heel erg benieuwd, jij ook? Vind je dit een leuk? Doe zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet om er niet te abonneren. En let's get started! Oké, we gaan als eerste starten met ronde nummer 1. En ik mag als eerste kiezen of ik het ga ruilen of niet. Dus Roos, kom maar met de borden. Ik weet trouwens niet meer welke is. Oké. Oké, zijn ze ruilen? Ja of nee? Ik weet het niet. Oké, ik ga niet ruilen, hè? Pak het bord maar vast. 3, 2, 1. Oh my god, ik heb een echte pizza! Oh my god! Ik wil ook echt een pizza. Oh, ik heb een echte pizza. Je hebt een snoeppizza. Jongens, look how cute. Ik wil ook oh my god. Dit is zo lekker. Oh my god, hier heb ik echt zin in. Mag ik zo meteen een stukje? Ja hoor. Oké. Gewoon snoep. Oké, wacht. Deze pizza's zijn geweldig, maar dit is gewoon een salami pizza. Is het voor jou lekker? Oh, nog één hapje. Alleen deze dingen zijn zo goor. Deze. Ze zijn echt heel vies, vind ik. Ze zijn banaan, hè? Ja, wil ik proeven? Ik wil het niet proeven. Mag ik het ruiken? Oh, dat stinkt. Oké, we zijn allebei super goed afgekomen van ronde nummer 1. Oh, had jij dan misschien niet voor de echte pizza gewild? Het was allebei prima te doen. Ik hoop dat dit zo gaat blijven, deze challenge. Want er zijn echt super veel vieze dingen die ik echt niet wil in real food. Echt niet. Dus ik ben heel erg benieuwd, maar ik denk dat we wel vieze dingen gaan krijgen, hoor ik. Jij? Ik ook. In ieder geval, we gaan gewoon door naar ronde nummer 2. Oké, we gaan nu starten met ronde nummer 2. En het is nu jouw beurt om te kiezen of je bord gaat switchen. Dus gewoon kom maar met de borden. Oeh, ik ben benieuwd. Een switch? Het is heel licht. Oké, ga je ruilen? Yes or no? Ja, ik doe het gewoon. Oké, ja? 3, 2, 1. Zie mensen, kijk dit! Er zitten poten aan! Oké, ik wil het echt niet. Oké, help. Oké, 3, 2, 1. Wacht, je proeft niks, maar het is echt heel eng. Je proeft echt niks, maar ik vind het een heel eng idee. Ja, lekker voor deze begrippen. Wil niet een klein beetje, hè? Het is echt super, ga het niet super veel. Oh my god, dat voelt echt heel eng. Zuur. Oké, ik zei dus de ronde hiervoor nog heel erg leuk. Ik hoop dat we lekkere dingen krijgen. En dan krijg ik meelwormen. En kijk, eigenlijk stel ik me misschien een beetje aan voor sommige mensen. Want heel veel mensen eten dit gewoon. Omdat het ook gewoon voor mensen gezond is en zo. Alleen het idee dat het meelwormen zijn, dat kilt mij gewoon. Want het was niet vies, het smaakte naar niks. Het had alleen een vies, knapperig dingetje. En het ergste vond ik nog dat ik de pootjes zag en het hoofd. Dus ik vond het niet erg om te eten. Ja, vond ik eigenlijk wel. Maar ik weet het niet. Laten we gewoon snel doorgaan naar ronde nummer 3. Oké, we zijn nu klaar voor ronde nummer 3. En deze keer mag ik kiezen of ik ga wisselen, ja of nee. Ik ben heel benieuwd. Roos, kom maar met de borden. Alsjeblieft. Dank je. Oh, ik twijfel echt of ik ga wisselen, ja of nee. Ga ik wisselen? Oké, ik doe het gewoon. 3, 2, 1. Wisselen. Oké, 3, 2, 1. Oh my god, dit is zo cute. Mijn is veel lekkerder. Oh, maar ik vind het ook lekker. Het ziet er echt cool uit. Kijk, Joost heeft een schuimgebakje. En alleen maar chocola. En ik heb gewoon, Een
snoepgebakje met schuimpjes en zo. Ook wel lekker. Ziet er ook wel lekker uit. Oh, dit zit ook nog verpakt. Oké, bij mij zitten echt heel verschillende dingen op. Kijk, dit. Een schuimpje, allemaal spekjes en zo. Volgens mij zijn we deze ronde ook allebei weer best wel goed vanaf gekomen. Ja, dit was best wel een chill ronde. Ik vond het heel erg chill. Ik bedoel, kijk, ik hou misschien niet heel veel van spekjes en zo, maar het was en beter dan die meelwormen. En weet je, dit vind ik gewoon lekker. Dus voor mij maakt het niet uit, was het veel lekker. Ja. Ziet er ook wel lekker uit. Het is gewoon een schuimgebakje met slagroom en een chocola. Oké, dan gaan we snel door naar ronde nummer 4. Oké, we gaan nu weer beginnen met ronde nummer 4. En jij mag deze keer kiezen of je gaat rijden of niet. Dus Roos, kom maar met de borden. Ik vind het heel spannend. Mijne is. Weet je wat mijn vraag is? Oké, wil je wisselen ja of nee? Nee, ik hou nu zelf. Ik heb net ook al gewisseld. Oké, is goed. 3, 2, 1. Woe! Oh my god, ik heb gewoon boosjes. Ik heb snoepjes. Oh, die zijn best cute. Moet je nog hard uitzien. Dat is zuur. Oh, dat is best gek. Ik vind het doorzichtig spul. Maar dit is wel lekker. Dit is echt lekker. Ja, gewoon frambozen. Ik dit is ook wel lekker, maar ik hou niet van dit soort snoepjes. Oké, dan gaan we nu weer door naar ronde nummer 5. Let's go! Oké, we gaan nu starten met ronde nummer 5. En deze keer is er mijn keuze om te wisselen ja of nee. Dus kom weer met de borden, Roos. Alsjeblieft. Wordt het zwaar. Oké, ga ik rijden ja of nee? Oké, ik ga rijden. Oké. Ah, dat vind ik echt spannend. Kook. Oké, ja? 3, 2, 1. Yes! Ah. Ik heb sushi. Ah, ik heb snoep sushi. Oh, ik wil echt sushi. Ah, je hebt allemaal met allemaal dingetjes erin. Kijk, je moet het een beetje zo kantelen, dan kun je het een beetje zien. Maar gewoon sushi. Ja. Het ook wasabi en sojasaus. Sojasaus ga ik denk ik wel gebruiken. Dat is lekker hoor. Ja, ik kan denk ik niet met salm eten. Oh my god, dat is echt lekker. Ik wil dit in één keer afbijten. Gaat helemaal fout. Lekker? Je wel maar 7. Ja, dat hoort om sushi te doen. Wie hoeft toch bijna met sushi gegeten? Lekker. Moet je opeten, hè? Dat hele ding. Het is helemaal niet erg, hè? Het is gewoon lekker. Dat is voor mij is ook lekker. Het zijn gewoon allemaal losse snoepjes op elkaar. Oké, dit was dus ronde 5. En we zijn er al bij gewoon goed vanaf gekomen. Je had lekker sushi. Ben ik best wel jaloers op. Ik had gewoon snoepjes en wat van gegeten. Was ook lekker. Dus let's go to ronde nummer 6 alweer. Oké, we gaan nu starten met ronde nummer 6. En jij mag even kiezen of je gaat rijden of niet. Dus Roos, kom maar weer voor de 6e keer met de borden. Oké. Ga je rijden, ja of nee? Nee. Oké, zullen we dan weer afhalen? Oké, 3, 2, 1. Oh, ik heb cola! Ik had er echt zin in. Ik heb ook een dorst namelijk. Ik heb cola flesjes. Gewoon. En ik heb gewoon een cola blikje. Maar lekker, als je er gewoon Roos hebt geschud. Kom, ga op. Nee, niet doen. Echt niet. Ah, oh, dat is lekker. Ik had er echt zin in. Het is gewoon lekker, schoon cola. Oké, dit was alweer ronde nummer 6. En we zijn er super chill vanaf gekomen. Ik heb gewoon lekker wat cola gewonnen. Jij hebt wat cola flesjes gehad. Super chill. Alleen we hebben nu de laatste ronde. Ik ben echt heel erg bang, zoals ik net heb gezegd. Ik ook. Laten we snel doorgaan naar de allerlaatste ronde. Let's go! Oké, we gaan nu starten met de laatste ronde. En Roos zit hiernaast zo hard te lachen. Dus ik denk echt dat dit iets heel vies is. Ja. Ik mag deze keer kiezen, dus daar ben ik deels blij mee. Kom maar met de borden. Ik wil hem echt niet. Oh my god. Alsjeblieft. En voor één hand is deze. Oh, ik ben heel bang, hè? Ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik ook niet. Ik weet het echt niet. Oh my god. Je moet nu zeggen of je wil rijden of niet. Ja, ik weet het niet. Zeg. Oké, ik ga rijden. Ik ben zo bang. Oké, 3, 2, 1. Roos, wat is dit? Sardientje. Wat is dit? Oké, ik heb dus snoepjes, visjes. Zet je. Ik laat die van Bobo even zien. Het stinkt heel erg. Gewoon sardientjes. Eel, zit er een stuk citroen in? Maar dat kan je toch niet allemaal eten? Dit is voor jou. Nee, je hoeft niet helemaal te eten. Nee, we moeten het nog ontleden. Oh my god, wat kan je hier voor eten? Lijkt het best op tonijn. Fuck off. Ik weet niet hoe jouw tonijn eruit ziet, maar...
Oké, ik heb het even op internet gezocht. Maar wat blijkt dus, sardientjes uit blik, wat is kom uit blik, kan je geheel opeten en de granen, die moet je dan gewoon eruit halen. Maar, sorry, maar ik ga deze huid niet opeten. Mensen, kijk dit. Oké, het ziet er niet echt lekker uit. Nee. Zie al dat huid. Of je moet het huid eraf schrapen. Ja, maar dat wil dus niet. Oké, jongens, ik heb weer een heel klein stukje. Alleen, ik durf het niet te eten. Want ten eerste ga ik al bijna over nek van die geur. En er zitten allemaal graadjes in. Die kan ik er dus niet uithalen, want het zit echt overal. Ik haat vis zo erg, hè. En dan ook nog wat dit. Oké, 3, 2, 1. Ik maak kokhalsen. Oh, ik maak kokhalsen. Ik wil nog een. Oh my god, wat is dit? Echt vriendjes. Oh nee, eeuw. Ik moet echt bij de kop kotsen. Ik moet bij de kots of zo. Oké, deze ronde is voor mij echt niet geslaagd geweest. Voor jou wel, want jij had gewoon vissen snoepjes. Maar voor mij snoep zich best wel alle rondes geslaagd. Aangezien ik had ja, ik heb ook de meelworm gehad. Ik heb bijna alle vieze dingen gehad. Ja, jammer, maar helaas. Ik vond het wel een hele leuke challenge, maar dit was dus alweer de challenge. Dan was dit zo weer de video en vond je me leuk, dan zeker weten een duimpje omhoog. Ben je benieuwd naar een deel 2 en wil je graag een deel 2? Laat het hieronder dan eventjes weten. En laat ons ook weten door dit duimpje omhoog, want als we meer dan 1500 likes halen, gaan we zeker weten een deel 2 maken. Wil je heel erg bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren hier beneden en tot de volgende keer. Ja. Doei! Doei.